Goedemorgen. Fijn dat er antwoord wordt gegeven. Dat is lang niet overal zo. Ik zit een beetje te dubben. Het is voor mezelf een beetje spannend, maar ik wil eigenlijk wat vragen aan jullie. Het raakt me. Ik ben in gesprek geweest met André, ook de vorige keer dat ik hier sprak. En toen was ik hier. We weten allemaal waar we ergens doorheen gaan. Ik weet er amper iets vanaf. Dus oprecht, ik weet er amper iets vanaf. Ik weet wel dat het heftig is. En toen ik hier binnenkwam en we zaten met elkaar, toen raakte het me dat er zoveel lege stoelen zijn. En nu nog meer omdat de kinderen weg zijn. En dat kan hoor, vorige keer waren er ook... Maar toen dacht ik, toen we elkaars handen moesten beetpakken, toen was het even rijken. Of dat, ja, je zat gewoon even niet naast iemand waarmee je de handen kon beetpakken. En toen dacht ik... En misschien moeten we er even over nadenken. Misschien moeten we dat aan het eind van de dienst doen. Maar als er gaten vallen, zeg maar, is het goed dat je elkaar vasthoudt. Dus als je... Kijk, jullie zijn een gemeente met een opdracht. Hier in Almere. Het is groter dan onszelf, wat God met ons wil. Dus God heeft mensen, heeft onze jongeren, heeft onze tieners op het oog. Een ongelooflijk verlangen om door jullie heen zichzelf te verweven met deze stad. Nou, en daar komt natuurlijk heel veel op af. Dat zal een heleboel vragen. En kijk, het is ergens de gebrokenheid van ons bestaan, dat hoezeer we het ook willen, hoezeer we elkaar ook gevonden hebben in het woord en in de liederen, ja, dat het soms niet gaat zoals wij zo graag zouden willen. Dat we het niet snappen, waarom niet, maar er zit onvermogen, gebrokenheid, ik weet het niet. Ik weet het echt niet, dus ik ga je geen analyse geven. Ik weet wel dat het soms zo is. Dat het gebroken is. Dat hoezeer je het verlangen had, of hoezeer je het verlangen hebt, dat het niet lukt. En God trekt op met een volk, Israël. En het lukt vaak niet met dat volk. Maar hij laat niet los. Hij deelt zichzelf met een volk dat staat en valt. En als we gewoon eerst eens even helemaal naar onszelf kijken, zoals wij hier zitten, zoals jij hier zit, zoals u hier zit, dan ergens moeten we het allemaal hebben van een genadige God. Die omziet naar jou, die zegt, lieverd, wat jij er ook van maakt, hoe jij jouw weg bent ook begaan, ik ben erbij. En ik blijf bij jou. Dat is onze God. Dat is waarom we nog bestaan als christendom. Waarom we bestaan als kerk. Waarom we bestaan als gemeente van Christus in Almere. En elke keer nodigt een genadige God ons uit om die genade naar elkaar toe te tonen. Betekent niet dat je het altijd met elkaar eens zult zijn. Betekent zelfs niet dat je altijd met elkaar op blijft trekken. Betekent wel dat je tot het uiterste gaat. Om te proberen om tot een zegen te zijn voor de ander. Dat er geen bitterheid, geen wrok groeit. Boosheid mag er zijn. Die wil God graag van je weten. Want in die gebrokenheid wordt er ook onrecht gedaan. Aan onszelf. En dat roept iets op. En dat mag. Daar mag je boos over zijn. Alleen wat doe je dan met boosheid? Wordt dat bitter? Ga je wrok, je wraak halen? Of zet je die boosheid op naar God? Als ik het in een gewoon voorbeeldje mag noemen, in het gewone leven, wordt mij ook wel eens onrecht aangedaan. Dat kan in een gezin, dat kan in een werksfeer, dat kan in een buurt, dat kan op zoveel manieren. Dan wordt er onrecht aangedaan, omdat we gebroken mensen zijn. We zijn niet allemaal zoals we vernieuwd, straks vol naar het aangezicht van Jezus. Er zit nog zoveel gebrokenheid, dus dan kan het dat er onrecht wordt aangedaan. En ik heb in de afgelopen jaren moeten leren om mijn boosheid bij God te brengen. En dan meestal is de auto de plek waar ik even vlekken van me af kan tetteren. En dan geef ik het alle woorden die ik oprecht en eerlijk voel. En dat zijn woorden die ik hier niet herhaal. Dan zou je zeggen, nou, moet dat nou? Ja, dat zit er wel in.
En dat doet boosheid, denk ik ook. Dat komt er niet altijd netjes en mooi en schoon uit. Boosheid, met boosheid komt er ook gebrokenheid. En mijn eigen ik komt daar mee. En dan zeg ik dingen over mensen, maar dan wel bij God. En dan voel ik mij gesteund door een David die zegt: Heer, sla hen de tanden uit hun mond. Letterlijk zegt hij dat. Ik wil mijn voeten baden in hun bloed. Dat gevoel heeft David. En hij zegt het gewoon tegen God. Hij zegt dat tegen God. Dat is de plek. En dat is heel mooi. Dan zegt God niet: nou David. Jongen, nou dat slaan wij even over hoor, als we de kanon vaststellen. Dat moet er maar niet in. Nee, het staat er gewoon in de psalmen. Je leest ze maar eens door. Het staat er. Dat David, als hij bij God komt, dat hij echt even begint te mopperen en te schelden. En dat hij zegt: Heer, neem u dan wraak. Ik snap er niks van. Het kan toch niet zo zijn dat het om ons heen, dat het goed gaat. En dat hier, waar we u dienen, dat het hier gebroken is, dat we hier... Dat kan toch niet? En dan uiteindelijk, als David zijn hart gelegd heeft, dan komt hij tot de aanbidding. Dan zegt hij maar: Heere, op u vertrouw ik. Mijn hoop is niet op mensen, maar op u. En eigenlijk gebeurt dat ook een beetje in die autorit, als ik dan gewoon mijn woorden en mijn scheldwoorden en mijn gedachten en mijn eigen gebrokenheid naar God toe heb opgezonden, ja, dan moet ik met God in overleg van: maar Heere, wat mag ik nou in deze situatie tegen hem of haar zeggen? Geef mij je toorn, zegt de Bijbel. Laat mij maar wraak nemen, zegt hij tegen gebroken mensen, waarvan hij weet dat die het oordeel niet zo goed kunnen hanteren. Maar jij overwin het kwade door het goede. Overwin de kwade door het goede te doen. Dus dan bid ik: Heere God, maar hoe denkt u over hem? Wat is uw verlangen en hoe kan ik in genade en in liefde dat tegen die ander zeggen? Ah, dan moet er iets dood in mij hoor. Om liefdevol te spreken tegen iemand die als het ware een grens is overgegaan bij mij. En dat betekent niet dat je de waarheid niet zegt. Maar wel dat je net zo lang op je knieën gaat en zegt: Heer, ik wil dat dit tot zegen is. Dat u met de ander aan de slag gaat. En als wij dan niet samen door één deur kunnen... Heer, dan wil ik hem zegenend loslaten. Maar ik wil niet dat het kwaad hier om zich heen kan grijpen. Dus eigenlijk moet je van je positie afkomen. Eigenlijk altijd. Als mens, je kunt niet loopgraaf doen. En Heer, u lost het maar op. U lost het maar op. God die gebruikt ons om liefde te laten tonen. Als wij hier vragen: Heer, geef ons vrede. Dan zegt hij: nou, kom op, zullen we doen. Zullen we doen. Geef ons vrede, dat betekent: ik kom uit mijn stelling, vanuit mijn plek, vanuit mijn wijzen naar de ander. En ik hoef niet zozeer mijn mening aan de kant te zetten, maar ik moet wel die mening mengen met de liefde van God. Wanneer ik een ander zie of toenader. Dus ik zat net even te denken, ja, wat gebeurt er als je in een leger, want zo, dat zijn jullie wel een beetje hier in Almere. Jullie zijn toch wel, misschien wel Gods stootroepen hier in Almere. Ja, ik weet niet of je het zelf zo ziet, maar ik denk het wel. Jullie hebben een grote verlangen en een grote missie hier voor Almere. Nou, dan sta je dus in de frontlinie. En als er dan gaten vallen, zeg maar, dan is het belangrijk om te analyseren. Dan is het belangrijk om met elkaar te zoeken: Heere, wat wilt u tegen ons zeggen? Waar? Maar niet iedereen hoeft dat gesprek mee te voeren. Niet iedereen. Wat wel iedereen moet doen, is de gaten weer sluiten. Dus ik dacht net even, hoe mooi zou het zijn als we gewoon met z'n allen geen lege stoel laten gaan. En dan maar kijken aan de zijkanten enzovoort. Maar dat we gewoon misschien wel van boven naar beneden komen om de gaten te vullen. Zodat we in ieder geval elkaars handen kunnen vasthouden op die moment. Is dat een goed idee? Ik vind hem, dus zullen we dat doen? Als een soort geestelijk statement. Niet dat je zegt: ik ben het overal mee eens. Niet om te zeggen: nou, dan laat ik maar over me heen lopen. Dat is niet wat we hier vragen. Maar om een geestelijk statement te maken. Vader, wat ik eraan kan doen. Ik wil mij zetten naar elkaar toe. En misschien als je beneden zit, moet je maar even iets naar voren komen of naar elkaar toe. En lieve mensen, als ik iets vraag waar je zegt: sorry, dat trek ik niet, moet je het niet doen. Maar ik dacht, nou... En ik vind het prima dat die jonge gasten lekker boven blijven zitten. Die mogen lekker kijken naar de ouderen of iets dergelijks. Dat is helemaal mooi.
Het is niet omdat boven zitten niet oké is, hoor. Helemaal niet. Het is een schitterend balkon. Ik vind het zelf ook een leuke plek. Je hebt overzicht en misschien past het bij je. En misschien heb je een bepaalde plek hier in de gemeente nodig, omdat je dat meter hoort enzovoort. Dus ook nu, wij zijn niet geroepen om nu even te kijken, oh, wie blijft er zitten, wie gaat er lopen. Nee, dat is helemaal niet het geval. Hey, gasten, want jullie mogen lekker blijven zitten. Dat is helemaal goed. Vind ik terecht. Jongen, maar wat vind je ervan als mensen van boven naar beneden lopen? Heeft iemand daar wat vind je ervan? Nou, dat is ook wel een heel gesprek. Van boven naar beneden moet je weer een microfoon. Dat gaan we niet doen. Maar wij zijn geroepen voor onze jonge gasten. Wat laten we hen zien? Wat horen zij? En niet zozeer... De waarheid moet je doen. De rest is informatie. De waarheid moet je doen. Dus je zoekt naar waarheid. En vervolgens vraag je, Heere, hoe kan ik deze waarheid doen op dit moment? En dat raakt me dit is meer een leger. Als er gaten vallen, zeg maar, dan is juist het binnenste wat je beschermen wil, je missie en je kinderen, de jongeren, die zijn onbeschermd. En als we elkaar gewoon maar even van onze stoel afkomen en zeggen... Dat betekent niet dat ik alles verander, maar ik neem een beweging. Ik strek mijn hand weer uit. Dus hetzelfde als je gesprek hebt aan je huwelijk of iets dergelijks, dat je gewoon even wezensvreemd voor elkaar bent. Dat je denkt, oh, ik snap je gewoon niet. En ik vind het heel moeilijk om nu over mijn gevoel heen te stappen, om toenadering te doen. En toch weet je, als ik nu kies voor verwijdering, als ik nu kies voor verbittering, dan gaat het zomaar makkelijk uit elkaar. En dan is het heel moeilijk om de eerste te zijn, die zegt, liever, ik snap het niet. Maar mag ik je hand? Ik kom er even niet overheen. En dan heel vaak is die weg van liefde, dat het ook weer iets in je hart ontdooit. Maar het is zo moeilijk. Het is sterven aan jezelf. Het is aan de kant zetten, terwijl je eigenlijk het liefst een dreun zou willen geven, omdat je iets pijn hebt en dat roept iets op. Je wil een dreun geven, roept God ons op. Strek je hand maar uit. Nou, die God... Die doet dat onszelf voor. Die zegt niet, nou, doe het maar. Ik kijk toe. Maar hij doet het voluit zelf. Hij legt dat patroon in deze gemeente neer. En zullen we samen bidden voor de opening van het woord. Heere God, als we bij u komen als gebroken mensen. Mensen die het niet voor 100% goed doen. En zo vaak onszelf meenemen. In gesprekken thuis. In gesprekken onderling. In gewoon hoe we met elkaar omgaan. En Heer, dan moeten we belijden. Daar zit zo vaak ook iets tussen, Heer, van pijn of frustratie, van ons ik, van boosheid. En Heer, het mooie is dat u ons kent door en door. En dat u ons als het ware ook uitnodigt om volledig tevoorschijn te komen. Niet om ons af te rekenen, maar om ons te helen. Om ons het goede te laten ervaren. En Heer, als we vanmorgen hier zo zitten en u kent ons, u weet ons... Heer, dan willen we u bidden voor uw Heilige Geest, dat die ons zal leiden door de waarheid. Dank u wel, Heere God, dat u een genadige God bent die optrekt met een volk als Israël. Een volk waar wij als gemeente, waar wij ons als mensen gewoon wel bij aan kunnen sluiten. Waar we kunnen zeggen, Heere, zo voelen we ons soms. En toch trekt u met ons op. Toch deelt u uw zegen met ons. En Heere, dat is ons verlangen van morgen. Dat u komt met uw woord, dat u komt met uw Heilige Geest. En Heere, u past toe. Heere, u bent degene die ons leiden wil. Ook dwars door deze moeilijke en heftige tijd. Heere, op momenten dat we afscheid moeten nemen, of momenten dat we elkaar moeten laten gaan. Heere, wilt u geven dat we zelfs op dat moment ervoor kiezen. Om niet het kwade met het kwade te bestrijden. Maar Heere, uw zegenende handen gewoon te willen vertegenwoordigen. Door elkaar de zegen te geven. Heer, dat willen we u bidden in Jezus' naam. Amen. Toen ik in de voorbereiding hier op deze preek zat, toen moest ik denken aan een moment dat ik in de bossen van de Ardennen liep met zo'n 500-600 mannen. Dus dat was, we waren in de Ardennen met de 4e musketier. En ik weet niet, zijn hier mannen die wel eens met de 4M zijn meegeweest op een weekend? Die zitten in het bos. Nou, 3. Er is nog wat zendingswerk te doen. Maar in ieder geval, we waren... Het is echt een apart, maar wel heel mooi systeem. Dus deze mannen, die gaan dan door het bos. En die worden dan eigenlijk even helemaal ontregeld.
En dat is soms zo gezond voor een mens. Zo gezond om even ontregeld te worden. Omdat je dan opnieuw gaat zoeken van, wat vind ik eigenlijk belangrijk? Wat wil ik eigenlijk, hoe wil ik het eigenlijk doen? En dus je moet je spullen inleveren, je mobiel gaat aan de kant. En dan loop je daar, eigenlijk je weet het programma niet. Dus je kunt nergens controle op houden. En je loopt daar door het bos. En heel veel mensen vinden dat eigenlijk heel lastig. Om niet de controle te hebben, om niet te kunnen beïnvloeden wat je zelf moet gaan doen. Dus al heel snel dan, zijn er mensen die denken van, heb ik hiervoor betaald? Waarom loop ik hier eigenlijk? Wat een onzin. Ik had gewoon thuis willen zijn. Normaal op vrijdagavond, dan zit ik lekker, enzovoort. Nu loop je door het bos en doe je allerlei opdrachten die je zelf niet hebt verzonnen en ook nooit zou verzinnen. Maar in ieder geval, je doet het. Maar God komt in zo'n weekend heel dichtbij. Want woorden van God worden besproken, keuzes worden gemaakt, mannen worden uitgedaagd om te zeggen, waar sta je nou? Is dit het leven wat je leiden wil? Is dit waar God je toe geroepen vindt? En dan is het heel goed om daar gewoon eens even stil voor te staan en na te denken, Heren, wie wilt u dat ik zijn? Wie wilt u dat ik ben? Als man, als vader, als gemeentelid, als mens in de gemeenschap. Dan vallen er veel keuzes en God doet veel. En aan het eind van zo'n weekend hebben we eigenlijk altijd een moment van getuigenis. Het is zo mooi om te horen wat God in mensenlevens doet. Dat nodigt je als het ware uit dat je denkt, als God dat bij zo iemand kan, dan kan hij dat bij mij ook. Het creëert geloof als je hoort wat God bij een ander heeft gedaan. Het roept als het ware de volgende beleving ook weer op, als je getuigenissen toelaat. Wij hebben dan een podium, maar dit was dan in een ruïne, ergens in een oude kasteel daar in de Ardennen. Gewoon geen dak, halve muren, gras op de grond en een podium, dat was meer een verhoging van steen en zand en gras. En dan nodigden de mensen uit van, kom nou eens naar voren als je iets wil vertellen over wat God gedaan heeft in jouw leven dit weekend. En komt de een en de ander en al die mannen die zitten daar op de grond en die zijn vies en zitten daar, maar zijn wel hongerig om te horen, want ze hebben met elkaar opgetrokken, ze hebben leven gedeeld, ze zijn vrienden geworden. En dan komt de een en de ander naar voren en dan horen we mooie verhalen. En dan midden in die getuigenissen kwam er een volwassen man. Ik weet niet hoe oud hij was, hij had in ieder geval een zoon van een jaar of 30. Ze zal ergens tussen de 50 en de 60 geweest zijn. Jan kwam naar voren. En Jan maakt zich los tussen de mannen en loopt naar het podium, klimt die verhoging op en die gaat daar staan. En hij zegt, jongens, ik heb altijd in God geloofd. Ik ben altijd christelijk opgevoed. Ik heb in de gemeentes gezeten, ik heb meegezongen en meegedaan. Maar het is altijd iets van mijn hoofd geweest. Ik wist wat ik moest geloven. Ik wist wat veel dingen over God. En het lijkt wel alsof God dit weekend als een vader tegen mij gezegd heeft, Jan, wat je over me weet, dat weet ik niet zo goed, maar ik wil dat je weet dat ik van je hou. Als een zoon. Jan, je bent mijn zoon. En met tranen in de ogen stond Jan daar op dat podium. En hij zei, wat ik altijd heb geloofd, heb ik het weekend ervaren. God houdt van mij. En dat is zo'n wonder. Dat is zo'n wonder. En hij zegt, maar toen werd mij nog wat duidelijk. Ik ben hier samen met mijn zoon Jan. Hij heette ook Jan. En hij zei, Jan, waar zit je? En ergens tussen die mannen, een jonge kerel, stak zijn hand om. En die beste man met tranen in zijn ogen zegt, lieve Jan, ik ben jouw vader, al 30 jaar. We leven met elkaar als vader en zoon. Maar ik denk dat ik nog nooit tegen jou heb gezegd dat ik van je hou. En dat ik trots op je ben. Dat wil ik nu doen, Jan. Hij zegt, Jan, het raakt mij. Hij zegt, Jan, ik hou van je. En ik ben zo trots op je. Daar zaten 400 mannen. En ik denk dat 80-90% de tranen over hun gezicht hadden rollen. Het raakt ons allen zo diep. Wat is dat? Hoe kan dat? Waarom zijn die woorden zo ongelooflijk belangrijk, zelfs voor volwassen mannen? Wat is er aan de... Hoe kan het zijn dat als je die woorden in je jeugd, in je kindertijd, in je tienertijd nooit hebt gehoord? Ik hou van je.
Dat er een soort gat geslagen wordt in je ziel. Dat je eigenlijk je hele leven bezig bent om dat gat te vullen. Om op je tenen te lopen. In heel veel gevallen moeten kinderen, om gezien te worden, moeten iets doen wat bijzonder is. Moeten er zijn, moeten op hun tenen lopen om te zeggen, hallo, alleen papa ziet je alleen als je wat doet wat goed is. Misschien krijg je dan te horen, nou, dat heb je goed gedaan. En misschien hoor je, hey, dit heb je goed gedaan. Je hoort vooral wat er niet goed ging. Hoe kan het dat zoveel mensen, en hoe langer we met elkaar optrekken, hoe meer met mensen we zien dat we een gat in onze ziel hebben. Omdat het nooit tegen ons gezegd is. Omdat het ons niet is geleerd. God heeft het zo bedoeld, dat wij geboren worden in een gezin. Met een vader en een moeder. En zoals je als het ware een navelstreng hebt, terwijl je bij je moeder groeit en ontwikkelt. Zo moet je als het ware een navelstreng krijgen als je geboren wordt. Een soort natuurlijke manier van, jij bent geliefd omdat je mijn kind bent. Jij mag er zijn zoals je bent. Een soort natuurlijke manier van ontdekken, deze wereld, er zijn mensen die van me houden, wat dan ook. En als je dat niet hoort, als je dat niet ontvangt, liefde, dat is onvoorwaardelijk. Dat stelt even geen eisen. Liefde is gewoon, je bent mijn kind. En daarom hou ik van je, dat zeg ik je. Als je dat niet hoort, dan ontwikkel je een soort bypass. Want je hebt het nodig. Het is van levensbelang dat er gewaardeerd wordt, dat je geliefd bent. En als je dat niet krijgt, dan ontwikkel je een soort bypass om toch te ontvangen wat je zoekt. Een soort alternatieve route. En dat is de alternatieve route van waardering, meestal. Waardering, dat kun je verdienen. Dat moet je ook verdienen. Door iets te doen. En dan ga je dingen doen. Dan ga je proberen iemand te zijn. En hoeveel mannen, hoeveel vrouwen proberen wel niet iemand te zijn, eigenlijk constant op zoek naar die waardering. Gewoon aan alle kanten proberen, waardeer me nou, zie me nou, zeg nou dat ik het goed doe. Maar ten diepste, omdat daar geen diepe overtuiging is van binnen, ik ben geliefd in wie ik ben. Omdat ze die stem als het ware, dat kanaal, dat hart, gewoon niet, omdat dat niet ontwikkeld is door de gebrokenheid van de situatie van vroeger. En daarom lopen we op onze tenen en proberen we te doen, of proberen we die waarderende woorden te ontvangen. Zie mij nou, zeg nou dat het goed is. Dat is een drama. En God die zegt eigenlijk in nummer 1. Als hij op gaat trekken met dit gebroken volk, dan zegt hij één ding. Ik wil niet dat dat gebeurt binnen de christelijke gemeente. Ik wil dat mijn geestelijke kinderen, mijn volk, mijn kinderen, weet van hun vader dat ik van ze hou. Omdat ze mijn kinderen zijn. Omdat ik hen gemaakt heb. Ik wil dat ze weten dat ik van ze hou. En daarom komen deze woorden, letterlijk zeggen deze woorden. Spreek tot de Aaron en zijn zonen en zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen. En dan dicteert hij deze woorden. God zelf dicteert het. Hij zegt, ik wil dat je op deze manier de Israëlieten toespreekt. Dus ik wil dat de Israëlieten deze woorden horen. Niet andere, deze woorden. Dus God die wil dat je deze woorden kent. En in het oude volk van Israël, dan werden deze woorden uitgesproken na de ochtenddienst en de avonddienst. Elke dag. Want dan ging de priester, die ging het heiligdom in naar God toe. En dan moest hij natuurlijk een offer brengen. Want het volk had gezondigd en hoe zou je als zondig volk voor deze almachtige en heilige God kunnen verschijnen? Dat kon natuurlijk niet. Dus als priester vertegenwoordig je de mensen bij God. Ja, dat kon eigenlijk alleen maar door ook een offer met je mee te brengen. Door te zeggen, Heere God, u ziet het offer. U weet dat we het niet verdienen. We brengen iets ter vergoeding. En dan werd het offer gewacht. En dan ging die priester het heiligdom in. Dan was hij daar in de aanwezigheid van God. En dan ging die priester terug naar het volk. En wat mocht hij dan zeggen? Wat moest hij dan zeggen? Nou, ik heb eens met de Heere God gepraat. En nu moet ik het toch even hierover hebben. Nee. De woorden die dan elke ochtend en elke avond, week in, week uit, 40 jaar lang en tot in de geschiedenis tot nu toe in de synagoges worden uitgesproken.
dan ging de priester op deze manier staan. Dan deed hij twee vingers en daar een splitsing tussen en dan zijn duim. En daarmee maakte hij de letter Shin van Shaddai. En dan voegde hij zijn handen samen en dan ging hij voor het volk staan. En dat was als het ware door zijn handen zo te doen dat hij zegt, het zijn niet mijn woorden. Dit is geen pep talk van iemand die het goede met jullie voor heeft of die de vrede wil bewaren. Dit zijn de woorden van de Almachtige. En dan zei hij, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En dan zegt God, als je zo mijn naam op het volk legt, dan zal ik ze zegenen. 3 keer, hè, die naam. Ik ben. De Heere, de Heere, de Heere. 3 keer zegt God als het ware, dit is mijn initiatief. Het is door mij bedacht, deze woorden. Ik wil dat je dit hoort. Ik wil dat dit je denken gaat beïnvloeden. Dat je 's ochtends wakker wordt en dat je deze woorden meehoort de dag in. Dat je als je 's avonds je dag weer afrondt en terugkijkt, dat je dat doet door deze woorden heen. Ze moeten als het ware je denken, je hart gaan vervullen. De Heere zegent mij en beschermt mij. De Heere, die is erbij en hij is me genadig. De Heere kijkt me aan en hij wil mij vrede geven. Dus het is zo belangrijk en zo goed om deze woorden beter te gaan verstaan. En jongens, wij kunnen toch aansluiten bij dit volk Israël. Het is ongeveer 1 jaar nu nadat ze zijn bevrijd uit Egypte. En in Egypte was het een hel. In Egypte werden ze gebroken, werden ze uitgebouwd en misbruikt. Ze kregen klappen. Ze konden nergens voor zichzelf opkomen. Ze werden uitgehongerd en er was een soort uitroeiingsproces bezig. De jongetjes werden in de rivier gegooid. Het volk was diep getraumatiseerd. Ze waren slaven geweest en dat slavendenken, dat was diep in hun hart gedrongen. Ze hadden misschien wel jaren naar God uitgeroepen. Heere God, God van Abraham, Isaac en Jacob, waar bent u dan? Waar bent u dan? Ziet u niet dat we lijden? Ze huilden, hun bidden was huilen. En hun aanbidding was eigenlijk het uiten van verdriet. Het was een kapot volk. En toen heeft God gehoord en heeft hen uit Egypte genomen. En hij zegt, met dit gebroken volk, wat zo kapot is van binnen, wil ik de hoop van de wereld laten worden. Wil ik optrekken om hen tot zegen te laten zijn voor iedereen. Voor deze wereld. In dit volk wilde hij als ware een soort vooruitblik geven aan wat er zou komen in Jezus Christus. Hij trok met hen op. Wat is dat heerlijk dat wij, zoals je hier zit, gebroken of niet gebroken. Van binnen leeg of gevuld. Dat je mag aansluiten bij dat volk van mensen die zegt, nou als je het van ons moet verwachten, dan wordt het hem niet. Als je het van mijn manier van communiceren doet met mijn vrouw of met mijn buren, ja, dan hoe kan dit volk dan ooit de hoop van deze wereld worden? Hoe kunnen we dan ooit tot zegen worden voor deze stad? Dat kan toch nooit? Maar God zegt, ik verbind me aan jullie. Ik verbind me aan jullie. En die zegen is elke dag uitgesproken. Op momenten dat het volk ging mopperen. Op het moment dat God zelfs zijn toorn door het volk liet gaan. Op het moment dat ze zondigden. En opstonden tegen God zelf. Dan werd er gestraft en toch klonken dan weer die woorden. Dit was het vaderhart van God die zegt, ik wil met jullie optrekken. Ik wil jullie tot zegen maken. Ik laat jullie niet los. Dat volk, daar pas ik tussen. Dus zijn deze woorden ook reëel voor mij? En mag ik ze ontvangen? En vanmorgen wil God deze woorden voor jou wat meer gezicht geven. Je hebt ze misschien zo vaak gehoord. Laten we ze gewoon maar eens even langslopen. Deze 3 woorden. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Het is eigenlijk een heel krachtig woord. Altijd, hè, 3 is, dat maakt iets van glorie, maakt iets van impact. 3 is in de redenaarskunst ook, gewoon als je het in 3 opbouwt, dan gaat het eigenlijk steeds hoger. En dat zie je ook in dit woord. Het zijn 3 woorden, 5 woorden, 7 woorden. Dus het is kunstig opgebouwd. Het is 15, 20, 25 letters. Gewoon, dus dat is een soort volmaakte opbouw zit hierin.
En elke zin bestaat uit twee delen. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere en hij is hier genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Het is een prachtig opgebouwd. En elke keer begint het met Yahweh. De Ik Ben. Hij, de Almachtige. Die is het, die dit woord tot je spreekt. Nou, laten we de eerste maar eens bekijken. De Heere zegen u en hij behoedt u. Ontzettend rijke woorden. Dat woord zegenen, dat staat in de grondtaal, daar staat barak. Dat is het Hebreeuwse woord barak. En dat wordt op verschillende manieren uitgelegd, maar een betekenis van barak is knielen. De Heere knielt bij je neer. Dat vind ik zo bijzonder, dat de Almachtige als ware zegt, ik kniel bij jou neer. Jij hoeft niet je best te doen om op te klimmen naar mij, maar ik kniel bij jouw gebroken leven neer. Ik kniel neer. Dat is zo bijzonder dat onze God dat zegt. En we zien het in Jezus terug. Dat Jezus op het moment dat hij weet, alle macht is mij gegeven op hemel en op aarde. Dat hij knielt bij zijn discipelen. En zegt, ik wil je voeten wassen. Ik wil er voor jou zijn. In deze zegen zegt God, ik wil er voor je zijn. Ik kniel bij jouw gebrokenheid neer. En dan staat er, en hij beschermt jou. En dat is het grondwoord shamar. Dat is als ware, ik omgeef jou. Zoals je in Afrika omheiningen hebt met stekels, met dorens, om tegen de wilde dieren, tegen rovers te beschermen. En dat had je in het oude Israël ook. Gewoon zo'n omheining, daar wijst het op. Een to hedge around, zeggen de Engelsen. Ik wil een heg, een bescherming om je heen leggen. Dat is mijn verlangen. Dus dat is eigenlijk wat God zegt. Ik kniel bij je neer en ik omarm je. Ik wil je beschermen. Hoe is dat? Stel je voor dat God nu op je af zou komen. En zegt, ik kniel bij je neer. En ik wil jou beschermen. Ik wil jou bewaren. Ik moet denken aan die woorden van Psalm 121. Waarin dat woordje beschermen 6 of 7 keer terugkomt. Psalm 121, waar die bescherming ook wordt bezongen door David. Dat hij zegt, dat bent u voor mij. En dan staat er, de Heere is uw bewaarder of beschermer. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren, beschermen voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw ingang en uitgang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Deze zegen heb ik ook wel over naast te denken, wat is dat dan? Want het betekent niet dat ik van elk verdriet gespaard blijf. Dat mij nooit wat overkomt. En daar kan ik wel eens mee worstelen van, Heere, doe het dan nu. Maak uw woord dan waar. En als ik dan de gebrokenheid zie, gewoon heel dichtbij. In mijn eigen gezin. Dat ik strijd van, Heere God, bescherm nou toch. Doe het nou. Nou, dan heeft het mij geholpen om Psalm 121 te lezen, dat hier staat, uw ziel zal hij beschermen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Dus ook al gaan wij dwars door zoveel lijden en zoveel dingen heen, daar is God. En hij zegt, ik zal je beschermen. Ik ben erbij. Ik ga met je mee. En van nu aan tot in eeuwigheid. Dus dat is mijn zekerheid, dat God mijn ziel bewaart. Dat is wie ik diep van binnen ben. Hij kent mij. En hij bewaart mij zelfs van nu aan tot in eeuwigheid. Dus dat is dwars door ziektes. Dat is dwars door lijden. Dat is dwars door de dood heen. Is hij naar die omarmende woorden van God. Ik zal je beschermen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Als ik iets nodig heb. Is dat die diepe overtuiging. Dat als ik val en sta. Als ik geniet en lijd. Dat dat staat de Heere God. Dat ik hoef er maar aan te kijken in de ochtend of in de avond. En hij zegt, Tieme, ik kniel bij je neer. En ik bescherm je ziel. Van nu aan. Tot in eeuwigheid. En dan gaan we verder met de tweede zin. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten. En zij je genadig. Zo mooi. God die komt hier als de Almachtige, als de Schepper zo ontzettend dichtbij.
onbegrijpelijk dichtbij. Als hij dan zegt, ik kniel bij je neer en ik omarm je, dan zegt hij het volgende, ik doe mijn aangezicht over je licht. Dat aangezicht komt twee keer terug, in de tweede en de derde zin, herhaalt hij het nog een keer. Ik kijk je aan, zegt hij. Ik kijk je aan. Dus hier zit intimiteit in. Ik wil je ogen zien. En in je ogen vertel je wie je bent. Als je moet huilen, dan komen je tranen in je ogen op. Daar zijn ze zichtbaar. Als je verdrietig voelt, je kunt zoveel zien in de ogen. En God zegt, ik wil jou in de ogen aankijken. Ik wil niet dat je je niet gezien voelt. Zoveel mensen voelen of denken of geloven. Ik ben niet gezien. Wie ziet mij nou? God zegt hier, ik zie jou. Ik zie je. Zie je mij? Kijk me aan, zegt God. Kijk me aan. En ik weet niet wat er met jou zou gebeuren als iemand je echt in de ogen aankijkt. Met name iemand die je kent. En van wie je weet, hij of zij houdt van mij. Als mijn vrouw mij aankijkt. Als wij als ware elkaar aankijken. Ja, dan kijk ik eigenlijk ook met haar ogen naar mezelf. En dat kon soms een beetje onrust veroorzaken. Dat ik denk, oh, als ik nu echt zichtbaar zou zijn, dan zou je dit zien. En eigenlijk vraagt dat erom. Als je elkaar aankijkt, ja, dan vraag je eigenlijk, kom eens tevoorschijn. Kom eens tevoorschijn. En dat wil je niet altijd. Omdat het niet altijd mooi is. Omdat je je daarvoor schaamt. Dat liever verstopt. Dat wegduwt. Want er zit zoveel in ons waarmee we een ander, nou ja, niet helemaal recht doen. Waarmee we een ander misschien wel pijn doen. Gedachten, dingen die je gedaan hebt. En die draag je dan met je mee. Als je de ander aankijkt, vraagt de ander eigenlijk, hey, ik wil je zien. En dan kun je je ogen neerslaan. Maar God zegt, wacht even, voordat je je ogen neerslaat. Want hoe logisch is het als we de heilige, de grote God in de ogen kijken, dat we denken, wow, dat gaat even niet goed. Ik kijk even de andere kant op, ik word wat onrustig, misschien krijg ik net een appje. Ik doe even wat anders. Wie kijkt de Heere God nou rustig aan? Nou, zegt God, ik zou willen dat je deed. Het mag. Ah, en dan moet je natuurlijk dwars door alles heen breken. Omdat jij weet, ik ben niet zo heilig als dat zou moeten. Ik heb niet gedaan wat ik allemaal zou kunnen doen. En hoe kan ik nou u aankijken, Heere? En dan zegt God, ik kijk je aan en ik ben je genadig. Als het ware slaat hij een breuk in al die waarheden of leugens om je heen. Die zeggen, ik ben het niet waard, ik ben schuldig, ik doe er niet toe. Ik moet mijn ogen neerslaan als ik God ontmoet. En God zegt, ik ruim het allemaal op. Ik sla het allemaal kapot. Al die dingen die het verhinderen tussen jou en mij. Die jij misschien hebt misdaan. Maar ik zeg, ik wil het niet. Ik ga je niet aanrekenen op dat. Ik wil jouw ogen zien en ik wil je genadig zijn. Dat is zo mooi. Dan herstelt er zoveel. Dus als je iets hebt gedaan, als je iets moet belijden, zeg maar. Als je een ander iets vertelt en je ziet aan de ogen van die ander. Hij is mij genadig. Of zij is mij genadig. Zij heeft mijn vrolijkheid, mijn hart, mijn liefde op het oog. Oh, dat doet zoveel. Dat maakt zo dankbaar. Dan ben je zo blij dat je alles er hebt uitgegooid en dat je genade ontvangt. Nou, dat is eigenlijk wat God wil. God wil dat je tevoorschijn komt. God wil dat je benoemt waar je dan aan denkt. Ja, niet omdat het allemaal zo is even, omdat we daarbij stil moeten staan, maar omdat je er anders onder gebukt gaat en je eigenlijk verstopt raakt onder al die dingen waar je jezelf voor schaamt en die je verbergt voor een ander. God wil dat je gewoon in volle glorie, en dat is niet altijd glorie, maar gewoon met alle hebben en houden, met alle kwetsbaarheid en schuld, dat je tevoorschijn komt voor zijn aangezicht. En zegt, hier ben ik, Heer. En ik moet vandaag denken, wat heb ik toch weer dom gesproken over die en die. Heer, dat deed geen recht aan uw liefde voor hem. Ik, Heer, hier heb je het. Sorry daarvoor. Ik beleid het, Heer. En ik had inderdaad, en zomaar, wordt het opgeruimd. En terwijl je het aan het vertellen bent tegen God, zegt hij, ik wil dat je me in de ogen kijkt. En ik wil dat je ziet dat ik je genadig ben. Genadig ben. Die ogen zijn me misschien wel een beetje kwijtgeraakt. Ik moet denken aan die momenten dat het zomaar voor kan komen, dat je als je boos bent op je kinderen, dat je zegt, kijk me aan! Nee, kijk me aan! Nee, kijk me aan! En het enige wat dat kind ziet is boosheid, frustratie,
woede, zeg maar. Dat is niet het moment dat je elkaar moet aankijken. Niet doen. Niet doen. Want jouw ogen vertegenwoordigen de ogen van God. Dat moet je niet doen. Dat is niet hoe God het doet. Hij zegt niet, kijk me aan, ik ben boos. Nee, hij zegt, kijk me aan, lieverd, ik hou van je. Op dat moment mag je zeggen, kijk me aan. Want anders leren we het af. Dan gaan we ons verstoppen, dan gaan we ons afdraaien. En je ziet het aan de kinderen, wanhopig, kleine kinderen, die willen dat niet. Dat is je levenslijn, de ogen van de ander. En als dat alleen maar aangekeken wordt, als je voelt, ze haat me. Dat kun je denken, terwijl dat niet zo is. Ze keurt me af. Ze wil het liefst dat ik er niet ben. Die ogen, zonder een woord, print je als het ware een soort DNA in het hart van je kind. Dat is niet oké. Hier zitten mensen die op die manier de ander hebben aangekeken. Die op die manier niet meer durven aankijken. Omdat er zo'n diepe afwijzing in hun ogen zat. Omdat ze zich het liefst wilden verstoppen op die momenten dat er werd gezegd, kijk me aan. God die wil dat vanmorgen verbreken. Je bent het zo waard om gezien te worden. In al je falen, in al je mooie dingen. Hij houdt van je en je bent het waard om aangekeken te worden. Je hoeft je ogen niet neer te slaan als God zegt, kijk me eens aan. Kijk me eens aan. En hij zegt, ik wil mijn aangezicht over jou doen lichten. Dat vind ik zo mooi. Ik wil het licht maken, lieverd. Ik wil het, als het ware, dat woordje licht, or in het Hebreeuws, dat is, ik wil het ochtend gloren. Ik wil het doen ochtend worden. Ik wil dat je denkt, die nacht is voorbij. Het wordt dag. Hè. Alles waar ik bang voor was, dat blijkt heel anders te zijn. Alles waar ik onrustig over was, ik ga de dag in en het is anders. God wil dat de nacht voorbij is en dat het licht wordt in je leven. Dat het licht wordt in je hart. Maar daarvoor moet je hart er wel mogen zijn. En in zijn omgeving is het veilig. Hij nodigt je uit. Kijk me aan. Ik wil het licht maken. En ik wil je genadig zijn. Ik wil dat je gewoon ontspannen bij me bent. Dat zegt ook Hebreeën. Dat wij zonder schaamte voor zijn aangezicht mogen komen. Wat hebben we een bijzondere God. En dat zegt hij niet tegen een paar perfecte gasten die het allemaal goed doen. Dat zegt hij tegen u. Hij zegt, kom maar, zonder schaamte. Gewoon huppelen naar binnen. Bij de Almachtige, bij de Heilige. Voor zonder schaamte, want het offer is gebracht. En ik wil vanuit genade met je praten. Dat is het. En dan de derde zin. De Heere verheffen zijn aangezicht over je en geven je vrede. Zo mooi. Nog een keer dat gezicht. En eigenlijk staat hier, hij heeft dus zijn volle aandacht voor je. Hij verheft zijn aangezicht. Dus als jij binnenkomt, bij wijze van spreken, als je binnenkomt in een kamer, en dan kan het maar zo zijn dat niemand je opmerkt. Dat je denkt, nou, dat is het maar zo. En hoe mooi is het dan als iemand gewoon even zijn boek als het ware dichtlegt, of zijn mobiel even op de kop, even naast zich neerlegt, en zegt, hey, wat tof dat jij er bent. Dat je ziet dat de ander vrolijk is van jouw binnenkomst. Dat is balen hoor. Mobieltjes zijn waanzinnig gaaf. Gewoon, je kunt er zoveel mee. Maar het is ook zo'n aandachtstrekker, zeg maar. En prima, maar niet als dat ten koste gaat van de mensen om je heen. Niet als daar eigenlijk altijd het gevoel zit, ik praat met je, maar ik weet dat als ik stop met praten, dat je weer weg bent. Dat is niet oké. Het gebeurt mij, het gebeurt jou, denk ik wel. Maar dat moeten we breken, echt. Dat is niet oké, want we vertellen de ander, je bent niet echt heel belangrijk voor mij. En natuurlijk weet Annemarie dat ze wel heel belangrijk is voor mij. Maar ik vertel wat anders, in mijn ogen, in hoe ik het doe. Dus dat moet niet. We moeten niet als het ware, en God zegt, ik zal het je zeggen, je hebt mijn volle aandacht. Ik verhef mijn aangezicht over jou. Dus als je binnenkomt, dan heb ik je, en dan heb je mijn volle aandacht. Je mag er zijn, en ik vind het belangrijk dat jij er bent. En ik wil je mijn vrede geven. Uiteindelijk, dan kom je daar in zijn aanwezigheid. En dan is zijn enige verlangen, zijn grootste verlangen, is ik wil je mijn vrede geven. En vrede, dat mooie woord shalom, dat is eigenlijk, ik wil dat je heel wordt. Ik wil dat het je goed gaat. Ik wil dat het rustig wordt. Dat je leeft en geniet en vreugdevol bent. Dat is wat Gods verlangen met je is. Wat een bijzondere God hebben wij. Vind je niet? Onvoorstelbaar genadig, vriendelijk. Gods vriendelijk aangezicht, zegt Psalm. Brengt vrolijkheid en licht. Voor al de oprechte hart. Iedereen die zegt, nou Heer, hier ben ik.
oprecht, gewoon zoals het is. Niet mooier, niet minder mooi, maar dit is het. En als je dat durft te zijn, als je oprecht voor God wil komen te staan en je zegt, Heer, dit ben ik. Dan zul je ontdekken dat zijn vriendelijk aangezicht, vrolijkheid en licht geeft. Nu zegt de Bijbel iets heel bijzonders in Openbaring. In dit Bijbelgedeelte worden de priesters opgedragen om dit over het hele volk uit te spreken. Dus Aaron en zijn zonen waren degene die deze zegen gaven. Zij mochten dit vertellen, elke dag weer. En nu staat er in Openbaringen 1 vers 6, wij zijn dat Jezus Christus ons gemaakt heeft tot priesters voor God zijn Vader. Dus wat is Gods verlangen met u, met jou? Dat deze woorden gehoord worden door je kinderen. In eerste instantie door de mensen om je heen. Als je kinderen hebt, ervaren ze dit. Natuurlijk willen we heel graag dat ze de goede route gaan. Natuurlijk willen we discussiëren over wat ze wel en wat ze niet doen. Over hoe lang ze wel enzovoort. Maar zien ze dit? Wat je ook meegeeft. De Heere wil dat je een priester bent voor je kinderen. En ik spreek nog steeds mannen die zeggen, dat heb ik ook nooit gehoord. En ik ben nu 43, zeggen ze dan. En wat zou ik het hopen? Wat zou ik het hopen dat mijn vader het nog één keer tegen me zegt voordat hij doodgaat? Als hier mannen zitten op leeftijd en je hebt zonen of dochters. En je twijfelt eraan of ze het duidelijk genoeg gehoord hebben. Of zij het ook gehoord hebben. Misschien heb je het wel gezegd, maar hebben ze het niet gehoord. Als je daaraan twijfelt, laat deze week niet voorbij gaan. Maak het expliciet, schrijf het in een brief. Bel ze op en zeg, lieve jongen, ik weet niet of je het weet. Maar weet dat je een vader hebt die van je houdt. Ook als ze andere wegen gaan. Misschien juist dan als ze andere wegen gaan. Vertel hen dat ze een vader hebben die van hen houdt. Het is zo belangrijk. Daarin vertegenwoordig je God. En we zijn priesters ook naar elkaar toe. We zijn priesters die als het ware dit is het DNA van God. Hij knielt neer. Hij wil beschermen. Hij kijkt ons aan. Hij is genadig. Hij geeft ons zijn aandacht. En wil dat we in vrede leven. Nou, dat is waar jij toe geroepen bent. In wat voor situatie dan ook. Dus dit is het patroon voor jou komende week. God is waarheid. Daar doet hij geen concessies aan. Hij leidt zijn volk. En tegelijkertijd is dit zijn hart. En vraagt daar van je. Wil jij dit doorgeven? Wil jij neerknielen bij de ander? Misschien snap je er helemaal niks van, maar probeer eens te begrijpen waar de pijn, waar de ander zit. Kniel eens neer. Haal de vaart even uit je week, uit je woorden. Of als je niet bereid bent om echt stil te staan bij de ander, moet je er ook niks over zeggen. Dan moet je stoppen. Maar als je wat wil zeggen, als je wat invloed wil, zorg dan eerst dat je op de knieën gaat. Om te ontvangen van God en om door te geven aan die ander. En zeggen, ik snap je niet. Vertel eens, ik wil je snappen. Ik wil je snappen. En ik wil je eigenlijk beschermen. Hoe dan? Hoe kan ik jou, in jouw verdriet, in jouw gebrokenheid, toch beschermen? Daarin vertegenwoordig je de Vader. Jij bent verantwoordelijk voor jouw route. En niet voor de route van een ander. Dus, dat is het appel. God zegt, ik doe het je voor. Jij hebt het niet verdiend dat ik dit bij jou doe, maar ik doe het wel, want zo ben ik. En daarom roep ik je op om het zo ook door te geven. Misschien zitten hier mensen, en ik, ja, misschien is eigenlijk je hoeft geen profeet te zijn om te weten dat hier mensen zitten die afwijzing in de ogen hebben gehoord. Die echte aandacht eigenlijk nooit hebben gekregen. Die zich niet gekend en geliefd voelen. Die weten, ja, die bypass van waardering, dat is wel een beetje mijn leven. Vanmorgen wil God het jou zeggen. En ik wil vragen of de band wil komen. Of in ieder geval de gitarist, was het vanmorgen geloof ik. Hè? En ja, ik kom.
En dat we zingen. We gaan een psalm zingen. En vergeet nog maar even dat God je als het ware ook door jou heen wil doorgeven. God wil het eerst aan jou geven. Als jij dit niet van binnen ervaart, ben je ook niet in staat om het door te geven. Dus God wil het eerst aan jou geven. En als dat leeg is, als je denkt van maar hoe dan? Hoe kan ik dit ontvangen? Ja, dan zegt God nou, zoek mij dan. Zoek mij dan, voordat je gewoon iets anders gaat doen. Maar zorg ervoor dat je dit van mij ontvangt. Dus zullen we gaan een lied zingen. En dat is Psalm 139. Ik vind het een prachtig lied. God kent jou, doorgrondt jou. En jouw hart ligt al open. Misschien alleen niet voor jezelf. Maar ik wil je vragen om het te zingen op het moment dat je gelooft. God kijkt me aan vanmorgen. En dat je dit compleet zingt naar Vader in de hemel. Dat je zegt, mijn hart ligt voor u open. U bent vertrouwd met mij. We zingen één compleet. En daarna wil ik het eerste zin van de zegen gewoon nog een keer aan jullie meegeven. Dan zingen we het tweede couplet. Dan geef ik de tweede zin. Dan zingen we het derde couplet. En dan zingen we de derde zin. Eigenlijk gaan we de gebed en zingen. Een gesprek aan met de Allerhoogste. En ik hoop dat je dat wat je zegt ook doet. Dat je hart open ligt voor hem. Zullen we bidden en dan tussen die liederen door. Dan doe je ogen maar even dicht. Zodat je ook God kan horen spreken. Op dat moment. Yes? We gaan zingen.